Ja, dat kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe map van een kijker natuurlijk. Op de zondag voor jullie. En jongens, vorige episode is hartstikke goed bekeken. Ik heb heel veel likes gehad. Ik heb hele leuke reacties gehad op de maps ook. Want het waren ook hele toffe maps vorige week. En we gaan er gewoon weer meteen tegenaan met de eerstvolgende map van een kijker. Want ik heb nog heel veel zin in, jongens. We gaan kijken. De allereerste map is opgestuurd door deze persoon. En dat is... Tess van de Klundert. En die stuurt... Hoi Dylan, hier is mijn map. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Ik heb er veel werk aan gehad. Veel plezier. Groetjes Tess. Dankjewel Tess. Ik hoop het ook. We gaan lekker jouw map in. En let's fucking do this. Hier zijn we dan. In jouw map Tess. En hopelijk is hij heel erg leuk. Het is hier... Oh, ik ben een creative dus. En oké, ik ga hier overheen moeten. Welkom Dylan. Oh, wat gaaf. Gewoon in beeld. Welkom Dylan. Ik zie nu wat er werk in zit. En dan ga je meer info kunnen drukken. Settings and rules. Ran over the pressure plate als je alles hebt gelezen. Nou, we gaan beginnen met settings rules. Your game mode has been updated. Alles gedaan. Let op de chat. Alles gaat automatisch. Het heeft me veel tijd gehad. Hashtag Redstreet. Redstreet. En veel plezier. Dankjewel Tess. Ik vind het nu al mooi. Meer info. Meer info. Hoi lieve Dylan. Hoi lieve Tess. Super tof dat je mijn map speelt. Zeker weet ik met Tess. 11 jaar oud en groot fan van jou. Ik ben ook groot fan van jou Tess. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt. XO. Tess, dankjewel Tess. Nou, ik vind het nu al leuk en mooi. We gaan gewoon beginnen. Ren over de plate als je alles hebt gelezen. Doe ik. Oh, wat gaaf. Alles is automatisch. Ik vind het zo cool. Man, dit soort maps, waar alles automatisch gaat. I love it. Ik vind het echt heel cool. Dan heb je echt werk in gedaan. Oké. We beginnen met een quiz. Oké, oh, daar gaan we. Ik ben niet zo goed in quizzes. Oké, goed, daar gaan we. Vraag 1. Hoe heette de eerste video op Rotjoch? FIFA 12 OGE. One Goal Edit. En Search and Destroy Live Commentary Dutch. De eerste was Search and Destroy Live Commentary Dutch. Want ik was eerst een Call of Duty kanaal aan het begin. En FIFA, maar vooral Call of Duty. En sinds gisteren, op zaterdag, gisteren heb ik dus een extra video. De eerste keer Call of Duty Black Ops 3 opgeladen. Dus Search and Destroy Commentary Live Dutch. Hij was goed! En ik... Oh man, ik tp in één keer naar deze plek. Ik vind het echt mooi gemaakt, Tessa. Ik ben heel mooi. Tess heet ze, want ik zie Tessa staan. Maar hoe heet de maker van de map? En dat is Tess. Geen Tessa, maar Tess. Leuke vraag, strikvraagje. Maar het is Tess, dankjewel. Ik weet hem. In welk jaar is YouTube opgericht? Oeh. 2005, 2004. 2001. Ik zou zeggen 2005. Ja, dat was goed. Maar waar was YouTube eerst voor bedoeld? Als dating site? Een soort Wikipedia. Ik denk Wikipedia. Fout! Een dating site? YouTube, serieus? Leuk gemaakt ook weer. Maar oké, een dating site. Ik heb eentje fout. Wat is het meest gebroken bot? Sleutelbeen of been? Sleutelbeen. Sowieso, dat weet ik. Want ik heb ook anatomie gehad op school. En een HBO. Tantaraan. Hoeveel is 10 keer 12? 10 keer 12 is 120. Ja, oké. Hoeveel tanden heeft de volwassene? 32. Haha! Wie is de maker van Minecraft? Marcus Persson of Notch? Notch. Fout. Oh, Marcus Persson? Een Notch is natuurlijk van Mojang volgens mij. Dus Marcus Persson. Marcus Persson ken ik helemaal niet. Notch wist ik dus wel. Maar dat is fout. Wat was het woord van 2015? Selfie. Oh nee, Schumel Software. 2014 was selfie. Verdomme. Goeie vragen, Tess. Zijn leuke vragen. Vraag 10, de laatste. Hoe vond je deze quiz? Leuk. We waren allebei goed. Ah, leuk gedaan. Leuk gedaan, Tess. Ah, dit is een doolhof, zie ik al. Met onze invisible walls. Oh man, altijd linksaf als je het niet weet. Hoppakee. Ik weet heel veel hoe je een doolhof uitkomt, hoor. Ik vind het meestal gewoon leuker om gewoon rond te rennen. Dat vind ik veel leuker. Want kijk, het is mensen gaan van... Ja, deel, je moet gewoon helemaal linksaf gaan. Dat kan ik wel doen, maar dat vind ik minder leuk. Van rondrennen altijd veel, veel leuker. En verdwalen, dat is gewoon grappig. Oké. Ik ben er bijna. Ja, we zijn er. Goed zo, nu een parcours. Speed gevallen, doe slash kill. Level 1. Let niet op de redstone. Oh ja, ik zie het. Oh man, ik ben heel slecht in speed parcoursjes. Oh man. Oh, je moet wel sprinten, anders kan dat natuurlijk niet. Oh man, dit is moeilijk. Oh man, zonder Optifine. Oh, fuck it, dick. Ik heb mijn Optifine, heb ik uitgezet met Optifine. Omdat, de laatste tijd bugt mijn... Oh, dit is moeilijk. Ik ben heel slecht in speed parcoursje. Fuck. Fuck my duck. Ik moet kill doen. En dan ga ik weer opnieuw. Oké, ik zeg als je het faalt moet je slash kill doen. Als je hier spant moet je dat in het huisje zijn. Oké. Oké. Nou, ik open gewoon dit ding. En dan ben ik weer hier. Oké, dat is niet de bedoeling dus. Oh, ik zie daar al het ding gaan. Ik ga wel lekker vliegen.
Open de LAN, cheats. Ja, dus game mode 1. We gaan gewoon vliegen. Ik ga het ook even in game mode 1 doen. Als ik val, dan moet ik gewoon even opnieuw. Want het vele jullie vorige ook. Als ik ga parkouren en ik val, dan moet ik dat gewoon opnieuw doen. Godsamme. Oké, top. Ik vind hem echt heel gaaf. Oh man, het is wel echt heel lastig, man. Deze sprong, jongen. Oké, ik ben weer hier. Die! Oh, dit is moeilijk, gek. Wauw, man. Die speed is zo snel. Oh, fucker ducky, hé. Het is echt lastig. Ik vind het heel tof, Tess, maar het is lastig. Ik ben echt slecht in speedparcours. Echt heel slecht in speedparcours. Hop. Ik ben veel beter in normaal parcours. Nou. Ja, ja. Nou, hij is lastig. Oh my god. Oké, nog één keer en dan ga ik gewoon erop vliegen. Oké, laat maar. Dat gaat te snel voor mij. Jump parcours, deel 2. Oh, wow, je vliegt. Oké, je kan heel erg springen hier dan dus. Dat is dus het ding. Oh man, wat gaaf gemaakt. Oké. Oké. Ik denk wel ietsje meer moet werken met... Sweet it. Als ik nu slash kill doe. Ah. Huh. Oké, ik moet wel sprinten dus. Anders kan het niet. Oké. Oh, dit is wel echt vet. Ik vind hem wel echt heel tof. Huh. Oh, dit is fucking cool. Oh. Oh, yeah baby, test. Ik vind het echt heel gaaf, joh. Dit is echt genieten. Dit is echt genieten. Dit is echt super tof. Normaal parcours, level 3. Ah, kijk, dit is iets wat ik tenminste kan. Oeh. Kan. En dan krijg ik echt vet moeilijk paaltjesparcours. Oh man, ik haat paaltjes in parcours. Wie niet? Oké, fuck it. Dit is echt heel lastig. Het is wel echt heel moeilijk, test. Maar hij is wel leuk. Hij is echt tof. Nee, kutzooi. Ik haat paaltjesparcours. Het is gewoon heel geduldig. Moet je van paaltje naar paaltje springen. Zeg maar zo. Maar daar heb ik nooit geduld voor. Ik wil altijd zeg maar... Wat ik nu doe. Gewoon een beetje speedrunnend. Wil ik het doen. Want dat kan ik wel. Hup. Hup. Hopsakee. Man oh man. Ik vind het wel echt cool. Het is een lange map. Het duurt wel lang. Maar het is echt vet veel werking. Ik zie het gewoon. Hele, alle details. Het is allemaal automatisch. Ik vind het echt... Wauw. Ik ben echt... flabbergasted. Wat is dit? Want ik kan het niet lezen. Want ik heb geen... heb ik nog steeds die sprongkracht? Nee. Dat heb ik niet. Oh, kijk. Ik heb de Mindtopia texture pack aanstaan. Dat zijn... wacht. Ik ga het even anders doen. Want ik heb de texture pack van Mindtopia. En dat moet ik niet hebben. Als ik dat heb. Want... Kijk eens. Oké, ik spring gewoon compleet naast. Dat is niet de bedoeling. Oké, deze is wel lastig. Tjong. Tuk, tuk. Top, top. Hup. Aha, ik heb hem wel door. Hup. Oké, wat staat hierop? Die kant. Oké. Okay. Oh, kijk. Oh, hierop. Oh, tof. 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 Awesome. Oké. Okay. En nu? Nu een dropper. Succes. Oh, wat gaaf. Ze hebben een dropper erin gemaakt. Droppers zijn cool. Oké. Okay. Au. You fell out of the world. Huh. Dat is niet goed. Dat heb ik fout gedaan. Game mode. Hé, hey, daar gaan we weer. We gaan even stukken terugvliegen. Ik vind hem steeds heel tof. Het gaat allemaal goed. Alleen spawn points staan niet helemaal lekker nog. Of ik doe iets verkeerd. Of ik doe iets fout. Jeetje man, het is wel ver vliegen. Ik blijf lekker in game mode 1. Omdat ik anders de hele tijd inderdaad terug moet. Dat is niet zo chillerino. Nu een dropper stond er. Oké. Okay. Maar ik zit net hierin. En je valt in één keer dood als je erop gaat. Dat vind ik raar. Hoezo ga ik in één keer dood als ik daarop sta? Op dat ding. Dat klopt niet helemaal volgens mij. We gaan nog één keer proberen. En anders moet ik helaas even iets slopen eronder of zo. Want je valt in één keer dood als ik daarop sta. En dat is heel raar, aangezien ik ook eens in game mode 1 zit. Dat is heel vreemd. Of moet ik hierop staan of zo? Pressure plates. Nee, dit is nu een dropper. Succes. Tak. En dan kom ik hier dan. En dan kreeg ik in één keer heel veel damage als ik hierop val of zo. Ah, het is de kill. Je hoort me te killen. Dat is ook de bedoeling. What the fuck? Hoezo dan een dropper? Oké, okay, nu weet ik het niet meer. Nu ben ik verdwaald, jongens. Wat ik ga doen, ik ga denk ik gewoon hierin. En ik zoek het wel uit. Sorry voor de redstone. Geef niet. Aftiteling eindshow. Oké, okay, nou ik denk dat ik de dropper niet kan vinden. Of zit hij hieronder? We gaan even kijken. Denk het niet. Denk het helemaal niet. Nee. Ah, fuck! Weer dood! Die dropper, waarom zat er slash kill? What the hell? Ik snap het niet. Nou goed, helaas. Sorry Tess, dat vind ik een beetje vreemd. Of ik doe iets fout. Vorige keer ook in de map van de kijker deed ik alles fout op een gegeven moment. Maar
Dat is een beetje onduidelijk. Dus het succes nu een dropper. En dan spring ik op die... misschien moet ik op de juiste pressure plate vallen. Dat zou het ook kunnen zijn. Misschien moet ik op de juiste pressure plate staan. Dat is ook mogelijk. Misschien was dit de enige goeie. Oh, ik snap het denk ik al. Misschien was dat de enige goeie. Maar ik ga het gewoon controleren. Kill. Kill. Is het dus niks onder die? Of misschien was dat hem wel. Kill. TP. Zie je? Je moest op de goeie staan. Oké. Okay. Ah. Kijk. Tess, sorry. Ik heb je map niet goed beschreven. Je moest op deze springen. Maar ze gaan allemaal triggeren allemaal tegelijkertijd. Dat is raar, want ik hoor TP naar een plek. Oké, nu ben ik een beetje helemaal in de war aan het raken. Dat is dus niet zo heel erg chill. Volgens mij moet ik dus op die trash play, want dat is een TP. Om precies te zijn. Dus ik ga gewoon even alles hieromheen kapot slaan. Die. Want dit is een TP. Als ik hem kan gebruiken. TP at player. Oké. Comment set. Dus TP. Die gewoon zo. At player 6, 9, 9, 2, 3, 7. Misschien heb ik het zelf verneukt door net. Door dat ik het weet. Oké. Dit is kut. Dus ik doe even nog een pressure plate erop. Tuk. Waarom kan ik er niet op? Tok, waarom werkt het niet? Button dan maar. Button. Misschien met een button. Ja, top. Tuk. Nee, werkt niet. What the fuck? Doe gewoon zo. Tuk. Nee, werkt niet. Nou, dan heb ik iets fout gedaan. Het spijt me, Tess. Ik heb je pap een beetje verneukt het einde. Maar ik weet hier de eindshow is. Dus misschien heb ik alleen de drop over slapen. Dan gaan we beginnen met de aftiteling. Map gemaakt door Tess. Map Tester Morris. Goed gedaan, Morris en Tess. Wil ik nog een map maken? Zeker weten, want ik vond hem echt vet. Super bedankt voor het spelen. Nee, dankjewel voor het maken. I love you. Love you too. Ik vind het echt super tof. Echt waar. Ik ben echt tevreden. Eindshow. Kijk door het raam voor de eindshow. We gaan even nog genieten van de eindshow, want ik vond hem echt super vet. Wow, mooi hartje. En ik zie vuurwerkjes afsteken. Mensen. Tess, ik wil je echt hartstikke bedanken voor het maken van deze map. Ik vond hem super tof. Ik denk dat ik zelf per ongeluk jouw einde van jouw map, dus deze dropper, verneukt heb. Het spijt me als je kijkt, maar ik vond het echt heel vet. Leuke parcours maps, leuke quizzes, alles was automatisch. Dat vond ik hartstikke tof, echt waar, super vet. Ik geef deze map dus echt waar, ook hoe die eruit ziet, een 8,5. Ik ben er echt heel blij mee. Dank Tess voor het opsturen van deze map. Super tof, echt. Love you, dit is echt geweldig. We gaan op naar map nummer 2. Alright, de volgende map is op de Yuri Pasman. En Yuri Pasman stuurde, hoi Dylan, ik heb een map voor jou. Ik ben er gelijk mee begonnen sinds map van de kijker deel 1, episode nummer 1. Groetjes Yuri. Nou Yuri, dankjewel voor het opsturen van je map. Hopelijk is die hartstikke leuk. De vorige test was hartstikke tof. Laten we kijken of deze ook net zo tof is. Want ik heb tot nu toe 3-4 maps gespeeld. Ik vond ze alle 4 tof. Dus laten we gaan. En let's fucking do this. Andersom, dan gaan we. Intro jumping map. Hey Dylan, mijn naam is xtweet.nl. Dit is mijn eerste map ooit. Hopelijk ga je hem leuk vinden. Ik hoop het ook. Regel, speel Peaceful Brightness 100. Dus even kijken. Video settings. Brightness. Volgens mij al op 100 toch? Nee, Moody. Brightness 100. Nou, 100% is gewoon bright. Alleen klei breken. Speel in Adventure Mode. Dus game mode 2 is Adventure Mode, geloof ik. En dat zijn de regels. Dus alleen klei mag breken. Daar gaan we. Ik krijg allemaal golden apples, blijkbaar. En feather boots. Falling. Omdat ik moet parcouren. Ik denk dat het een parcoursmap is. Nou, daar gaan we. Hopelijk vind ik het leuk, Yuri. Daar gaan we. Hupsakee. Open die deur. En veel diamonds, quartz. En oh my god, zijn parcours. Begin gym map, volgens de lapisblok. Oké, ik ga de lapisbloks moeten volgen. Hup, 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 hup. Bijna bij je checkpoint. Oké, als ik hier nou op ga. Ah, fuck, dat deed ik heel dom. Oké, ik ga gewoon vanaf hier weer op deze. Oké, of dat ga ik. Dat doe ik dus niet. Oké. Helaas, ik viel weer. Ja. Kutzooi. Ik ga denk ik zo meteen weer met game mode 1. Het spijt me dat ik af en toe val in het parcours. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. Oké, dat ging het allemaal een stukje beter. En nu val ik ineens eraf de hele tijd. Oké, ik ga gewoon game mode 1. Spijt me jongens. Maar dat moet niet. Ik kan niet anders. Oké, daar gaan we weer. Up. CDC. Kijk, dat moest ik hebben. Hehe, god. Ladder jumps vind ik hartstikke easy om bochten heen. Daar val ik haast nooit van af. Dan moet ik hier naar beneden, denk ik. Oh, nee, niet. What the fuck? Oh, nee. Checkpoint. Ah, kijk. En daar is een checkpoint. Daar hou ik van met water. Toppertje. Nou, what the hell? Hoe kan ik daar vallen? Af en toe ben ik zo noob. Af en toe ben ik zo noob, jongen. Echt. Nu haal ik hem wel. Hoppakee.
Echt, sinds ik wap van de kijker doe, jongen, ben ik steeds slechter aan het worden in parcours. Oké, en nu? En nu, moet ik op die springen? Ja, ik zie het. Top, oké, dan ga ik die. Checkpoint nummer 2, dankjewel. Hartstikke top. Hoppa, maar checkpoint is leuk gemaakt, maar ik gebruik hem niet, want ik ga gewoon vliegen, anders duurt het me heel veel tijd. Hup! Dit is zo'n moeilijke jump, dit is zo'n 3 jump. Zeg maar de moeilijkste soort jump in parcours, geloof ik, is dat. Dus, nog een keer. Hup! Eindelijk, hè? Hadseflats. Oh, deze is kut. Huh. En hebbes. Doe alles wat je hebt terug in de chest. Nou, al die golden apples. Oh ja, golden apples waren natuurlijk gedaan zodat ik ging vallen. En dan gaan we weer door naar de volgende. Hier een klein... Deurtje dicht. Oké. Hier een kleine quiz. Oké, quizjes. Spawn point. Gedaan. Dankjewel. Vraag 1. Wat is de naam van de mapmaker? xtweet-nl. Zijn al drie dezelfde? Dat vind ik nog gek. We gaan eerst even eten pakken. Maar ik ben toch een game mode 1. xtweet-nl. Dat is deze. Dat is zijn naam. Dat weet ik zeker. 100%. Hoppa! Spawn point. Ah, top. Dus je kunt elke keer spawnen als je doodgaat door de lava. Wiskundevraag. Min 1 plus 12 is 11. Right? Ben ik nog gek? Is toch gewoon 11? Ja, of niet? Oh, dat was hem al. Oké, golden apples. Nu staat er hier al. Oké, leuk. Ik vind het nog steeds leuk, Yuri. Ik ben nu nog aan het genieten. Red zwart als je kan. Misschien doet... Nee. Red zwart als je kan. En pas op voor de pijlen. Misschien doet hij het niet zo goed. Oké. Oh! Maar ja, ik ben game mode 1 natuurlijk. Maar hij werkte wel. Dus hartstikke goed. Zoek de 4 levers. Pas op. Pas dan kan je verder zoeken. Nou, dan ga ik eventjes shuffelen. Kan wel gewoon, toch? Nee. Moet ik even in game mode 0? Dan gaan we op zoek. Ik moet even alles uittypen natuurlijk. Het is natuurlijk een single player gedaan. Oké. We moeten gewoon gaan zoeken naar de 4 levers. Hoppakee. Prankt. Oh, fuck off. Je bent zojuist geprankt. Verdomme. Goddammit, Yuri. xtweet.nl. Oh, fuck duck, man. Hoe diep is... Oh, man. Dit is diep, gek. Dit is diep. Wow. Ik ga lekker in game mode 1. Dan gaat hij gewoon wat sneller, jongens. Het komt op hetzelfde neer. Game mode 1. Man. Oké, ik moet wel zorgen dat ik niet per ongeluk zo'n kist wegsla. Die prank was wel vervelend. Ik dacht, lekker, ik heb er al eentje. Is de fucking prank. Hey man, waar de fuck zitten die kisten, joh? Kom op. Kistje. Daar ben je, meneer de kist. 4 levers, dat is 1. Oh, dat had ik niet mogen breken. Oké. Oh, niet plaatsen. Ik heb 1 lever nu. Oké, dan gaan we. Door. Tak. Scheppen voor je leven is mijn enige gedachte. Oké, dat houdt in dat volgens mij hier denk ik in die hoek een kist moet zitten. Het is toch dat je levers gevonden hebt? Of was het lever? Of ik heb het niet goed gelezen en ik ben het alweer vergeten. Volgens mij was het dan lever. Oké, nou, ga door dat je de lever gevonden hebt. Ja, tuurlijk. Eentje. Verdomme deel. Oh nee, 4 levers. What the fuck? Ik heb maar eentje gevonden tot nu toe. Hoe de fuck kan ik 4 levers vinden? Of moet in het hoekje hier nog eentje zitten met 3 erin? Oh. 2 levers nu? Hè? Dan moet er toch hier nog ergens eentje zitten? God, dicht. Ah. Ik heb nu 3. Dan zal hier de laatste op zitten. Ah! 4. Nou, dan moet je eigenlijk eruit parcouren. Nou, dat doe ik het even. Hoppakee. 4 levers. Leuk, slim, mooi. Hebbes. Yo, Dylan. Ah, dit was hem al. Yo Dylan, hopelijk vond je het leuk om te spelen. Ik heb er ongeveer een halve dag aan besteed. Nou, het is een halve dag goed besteed. Want ik denk dat je hier mijn skin had. In ieder geval, Yuri, ik vond het echt een hartstikke leuke map te spelen. Ik heb natuurlijk vooral gespeeld door game mode 1 te gaan. Want ik heb niet de tijd om de hele tijd in game mode 0 te gaan. Want dan worden kijkers boos. Dus sorry. Maar ik vond hem echt hartstikke tof. Ik ben echt zeker weten tevreden met deze map. Zeker weten. Ik vond hem echt heel gaaf. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je hem hartstikke awesome vond. Bedankt voor het kijken. Laat hem als je ziens. En natuurlijk, peace.